Yo, wat is op mensen van FV, welkom bij een nieuwe video. Vandaag een 7,5 miljoen squad builder. Het is mijn favoriete team op FIFA 15. En als ik een team fijn vind, dan is het ook heel fijn. Ik heb bijna al problemen met een team, maar met dit team niet. Zoals jullie misschien horen, ik praat wat zachter. Het is nu zo'n 4 uur 's nachts en mijn ouders slapen. Maar ik moest de video nog even opnemen. En laten we naar het team gaan. Op doel hebben wij Salvatore Sirigu van Paris Saint-Germain. Een hele lange keeper, pakt heel veel goede stats. In 70 wedstrijden denk ik 11 tegengoals maximaal of zo. Rechtsback Team of the Year Laam. Wat een fantastische kaart dit. 94 passing en 94 defending. Fantastisch. Centraal Thiago Silva en Team of the Year David Luiz. Silva doet het verdedigend fantastisch, Luiz aanvallend. Luiz 6 goals en Silva deze kaart nog niet. Daarvoor had hij iets van 2 of 3. Echt een heerlijk koppel. Luiz doet aanvallende werk, Silva het verdedigende. Perfect op elkaar afgestemd. Linksback Jordi Alba. Aanvallend goed, verdedigend goed. Wat een heerlijke stad. 69 schieten zijn laagste stad op zijn kaartje. Verdedigend op het middenveld, verdedigend, rechtscentrale, verdedigende middenveld ongeveer. Bastian Schweinsteiger. Het is een beetje voor de chemistry, ik liever Gutsen. Dat geeft dezelfde chemistry, maar het is beter voor de balans in het team. Goede stats, pace is niet heel hoog, maar met een chemistry stijl als engine gaat het iets omhoog. Dus dat is wel fijn. Linkercentrale middenveld, de second in vorm, Rakitic. Heerlijke kaart. In 10 wedstrijden. 3 goals en 3 assists. Fantastisch. Rakitic kan ook normaal eerst in vorm of normale kaart halen. Op 10. Luka Modric. Wat een topspeler. Alle stats boven de 70. 4 sterren zwakke been. 4 sterren skill moves. 22 wedstrijden. 7 goals en 14 assists. Heerlijk. Rechtsbuiten. Arjen Robben. Ook een hele fijne speler. Misschien niet zijn 1,3 miljoen waard wat hij nu kost. Maar speelt wel gewoon heel fijn. In de spits Suarez. 22 wedstrijden, 90 goals, 3 assists. Ik denk mijn beste spits ooit. Hij kost nu al rond 1,2, 1,3 miljoen. Maar hij is zeker de coins waard. En op linksbuiten Neymar. 5 sterren zwakke been, 5 sterren skill moves. 99 wedstrijden, 62 goals. 2 stats boven de 90. Fantastisch. Echt, dit is het allerbeste team waar ik ooit mee heb gespeeld. En dat zeg ik niet gauw. Ik heb het team ook gewoon beesten genoemd, omdat het gewoon ook zo speelt. Meestal heb ik niet zo hele dure squad builders, maar de coins zijn zo goedkoop nu. Ik dacht, heel veel mensen hebben al aardig wat coins. Misschien zijn er ook mensen met zoveel coins. Kan je dit maken? Ik heb geluk dat ik Laam, Silva, Luiz, Robben, Suarez en Neymar het back heb gehad. Maar het speelt fantastisch. Probeer het team gewoon eens een keer uit. Deze keer geen gameplay. Dus een wat kortere video. Maar ik kan niet in 4 uur 's nachts een goede gameplay op gaan nemen. Maar ja, probeer het team eens gewoon een keer uit. Als je het team leuk vindt, of je de video leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Als je meer wilt zien, abonneer dan even dit kanaal. Mijn naam is Thijs Frank en later!